Allemaal hondjes en konijntjes, maar geen leeuwtjes. Geen leeuwen. Ik zoek een klein leeuwtje. Nou, hij legt nog steeds niet veel hoor. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Wezenboel. Het is vandaag alweer reeds dinsdag, de 22e van de 8e 2023 en we leven om 12:56. Ik ga met de meisjes uit en dan gaan we de markt over en jullie gaan gewoon overal mee naartoe. Ook wil ik ergens naartoe, ja, dat laat ik 1, 2, 3 niet zien, want ik weet niet of diegene wel op de film wil, dat weet ik allemaal niet. Dus dat moeten we even afwachten, hoe en de wat. En ja, dan ga, als het vandaag al lukt, dan ga ik daar wat later doen. En ja, dat zien jullie dan ook wel weer vanzelf, ja. Dat ga ik nou nog niet verklappen, nee, dat doen we nog niet. Ik heb heel wat in petto en ja, dat vind ik leuk, ja, dat wordt mooi, echt wel. Maar ik ga eerst gewoon lekker met mijn hondjes lopen, gewoon het normale ritueeltje, daar gaan we mee beginnen. En daarna pak ik de booster en dan vlieg ik lekker door de stad heen, ja, ja. Ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook lekker weer met mij mee. Ja. Open Monumentendag, wanneer? Vriendenloterij, nou dat doe ik niet aan mee. Nee, dat is allemaal weer van het WEF. Ja, daar moet je niet aan mee willen doen. Nee. Kijk, die is leuk. Die is leuk. Ja, dag meneer. Zal ik je even een handje geven? Zo, dag meneer. Moet je aan het werk? Nou, werk ze dan. Ja, we zijn vanaf de andere kant de markt opgekomen. Dat stukje laat ik even links leggen. We gaan even die kant op. Ja, gaat uw gang, gaat uw gang. Zo. Ik ga even mijn booster een beetje langzamer zetten. Zo. Stel die gedachte voor, blijkbaar is een andere chick geneukt heeft een Zo dan. Wat een taalgebruik voor een vrouw. Ja, je staat er wel op, hè? Zo dan. Ja, ja. We zullen het even beleven. Allemaal hondjes en konijntjes, maar geen leeuwtjes. Geen leeuwen. Ik zoek een klein leeuwtje. Ja. Ik zoek een klein leeuwtje. En die hebben ze niet. Ja, dat is wel jammer. Ik zoek een klein leeuwtje. Ja, wie heeft er een kleine leeuw, een heel klein leeuwtje, die je in één handje vast kan houden, in een kinderhandje? Daar. Ja, dan word je helemaal gek, hè? Ja. En dit vind ik ook zo mooi, mensen. Ja, dit vind ik ook zo mooi, lieve vrienden. Dat vind ik zo mooi. Allemaal van dat hout.
Wat eigenlijk mijn mannetje vroeger ook deed voordat hij kwam te overlijden. En daar had hij meubeltjes voor gemaakt in een... elfenhuisje die hij ook op schaal aan het maken was. En dat heb ik allemaal nog in de schuur staan. Maar die meubeltjes staan weer bij mij in de kast. Onder de trap. Ja, hebben jullie geloof ik nog nooit gezien. Denk ik. En dan bovenop de keukenkast heeft hij ook nog een dorser. Sorry? U verstaat mij niet. En ja... Dat is wel ongeveer, denk ik, van hetzelfde hout. Maar ik vind het mooi hoor. Ik vind het zo mooi. Ja, echt heel mooi. Super. Beautiful. Dankjewel. Fijne dag. Dank je. Zo, je komt van links heen. Zo dan. Vliegt zo voor me langs. Kijk niet uit op of om. Hoi. Hey, kom ik erop? Ja. Hallo. Ziet er goed uit. Oh, dank u. Nou, jij ook. Waar ga je trouwen? Ja, er werd eventjes het een en het ander gezegd wat jullie dus niks aanging. En daarom deed ik hem snel even dicht. Ja. Dus, maar dat maakt allemaal niet uit. Nee hoor, we gaan gewoon door. We gaan gewoon door met die banaan. Ja, gewoon doorgaan. Hoi. Zelf uitkijken. Nou. Kijk. Weer konijntjes. En hondjes. Maar geen leeuwtjes. En daar baal ik werkelijk van. Geen leeuwen, hè. Waarom geen leeuwtjes? En die dingen, ja, ik vind het een beetje rare modelletjes. Kijk, in zoiets had ik ook gevonden. Enkel een ander kleurtje. En die heb ik weer aan Willy gegeven voor de kitten. Ja, helemaal goed. Alles op dit rek. 10 euro, ja. Maar het is allemaal maatje, hè? Echt of zo. Dit was een schoenenwinkel. Er staan nog maar een paar schoenen. De rest is kleding geworden. Hoi. Gaat-ie? Toppie. Moet binnenkort mijn armbanden tijdelijk af. Ik zei, ik moet binnenkort mijn armbanden tijdelijk af. Word je geopereerd? Er wordt wat gedaan. Iets moois. Ja. Ik vind dat ook zo mooi, hè? Dat houten speelgoed van vroeger. Ja, echt. Maar dat is mooi hoor, lieve vrienden. Echt. Dat is zo mooi. Nou ja, we gaan weer door. Als dat kan. En dan gaan we die kant weer op. Doei lieverd. Nou, hier een jurkje met hele kleine kubes. Het is mini. Daar zie je mij niet in lopen, nee. Ik hou wel van glitter trouwens hoor. Maar het is niet mijn maat. Dat zie ik zo. Dat zie ik zo.
Nou ja, moeder en dochter kennen in hetzelfde, hè? Ja. Waarom niet? Ja. Moeder is ook zo'n trui aan. Ja, inderdaad. Allebei in het roze. Ja, waarom niet? Dat zou best kunnen. Zo, lekker. Ja. Ja, daar kan. Ja, je staat er gekleurd op hoor. Het is nog veilig ook voor mij om dat te doen. Ja, gaat op gang. Lukt dat? Ja, dat lukt. Hoppata. En dan moet ik hier naartoe. En dan moet ik hier weer op. Hoppata. En dan moet ik weer die kant op. Dan moet ik die manier even voor. Dan staat er een fiets in de weg weg. Waarom nemen ze een fiets mee naar de markt? Oh. Ja, Cloud. Jeetje, mine. Oh, ze gaat de weg op. Mooi zo. Toppie. Helemaal geweldig. Nou, die heb ik lekker gratis. Ja. Helemaal geweldig. Ik hoef ze niet meer te kopen. Nee, mijn te duur. Want aardbeien, dat heeft ook in een goudbadje gelegen. Qua prijs. Jongens, nog een toe. Vroeger was het altijd een gulden is een daalder waard, hè? Ja, nou dat gaat lang niet meer op. Ja. En als je een bloemetje of een plantje wilt hebben, dan moet je hier al wezen. Ja, hij is heel goed, deze winkel. Echt wel. Vind ik wel. Ik ga altijd hier naartoe. Echt. Als ik wat nodig heb, ben ik hier te vinden. Ja. 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 Nou, lieve vrienden, ik doe jullie weer even dicht. Toedeledokies. Ja, jullie zien het dan weer waar ik zit. Hè. Ja. Ik heb weer het vaste recept besteld. Ja. En er zit... Mijn familie die zit hier lekker te eten. Ja. Nou, die zijn het wel gewend om op de vlog te komen, maar er zit er eentje te bellen. Dus dat doe ik nou lekker niet. Dat is allemaal te veel. Dus ja, het komt allemaal wel goed. En ja, zeg maar neer. Dankjewel. Een beetje wiens. Ja, lekker. Dat mag ik niet meer filmen, dat andere wel. En dus, ja, eentje heb ik, het ene wat ik besteld heb ik al binnen, maar ja, dat mag er niet meer op, dus daar denk ik nou wel om. Ja, echt wel. En dus, maar in ieder geval, dat valt er hier te kopen en te nuttigen. Ik heb dus wel vrienden met maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, jullie weten wel waar ik zit, denk ik. Ja. En dan weten jullie het wel weer helemaal. Ja. Hij ligt nog steeds niet stil hoor. Thank you.
Ja, ja. Nou ja, dan zien jullie dat ook eens een keer, hè? Hoe het hier aan toe gaat. Zo, lieve vriend, ik ben weer lekker thuis. Ja, en ik ga zo meteen weer druk aan het werk. Want ik moet een vlag in elkaar zien te zetten. En ik probeer er twee in elkaar te zetten. Want ja, donderdagavond ben ik even de hort op. En hoe lang dat gaat duren, dat weet ik niet. Ja, het wordt ook iets leuks. Wat ik al een paar jaar wil. En dat gaat nou eindelijk geschieden. En dat komen jullie dan wel ook te zien. Want ik neem jullie daar gezellig in mee. Ja, helemaal top. Helemaal geweldig. Poepie. Ja. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee dat het eindelijk gaat geschieden. En ik moet er om 6:30 s'avonds wezen. Dus daarvoor moet ik al gegeten hebben en mijn meisjes uitgelaten hebben. Ja. En verder komt niemand het nog te weten. Nobody. Nee. Nobody. Komt later wel. Ja. Maar in ieder geval, het is leuk, vind ik tenminste. Maar wie ben ik? Ja, ik weet het niet. Nee, ik weet het echt niet. Hé? Lekker ding. Oh, ben je ook lief, hè? Ja, en ik had een hondje op de dijk geaaid. Ja. Ja, staat niet op de film? Nee. Maar ik heb er wel eentje geaaid en die was groter dan jij, Elwin. Ja. Die was vele malen groter. Ook een hele grote kop. Ja. En het was een hondje uit Duitsland. Ja, want de oude baasjes spraken Duits. Maar ja, daarom verstaat het hondje me wel. Tenminste, die begrijpt het wel. Ja hoor. Want ik kwam direct op mat lopen. Dat ik zei van, oh, wat ben jij mooi. Ik kwam direct op mat lopen. Zo lief. Dus ja, ze begrijpen het donders goed. Alle talen begrijpen. Honden, tenminste dieren in het algemeen, begrijpen gewoon alle talen. Zo normaal. Vlieg gewoon een vogel over de tuin heen. Weet ik van waar naartoe, naar dak of zo, weet ik veel. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga een bakje koffie maken. En dan komt alles gewoon weer goed. En ik ga een vlog in elkaar zien te zetten. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet gewoon weer een beetje mee. Ja, er heeft er eentje een hartje gepiest. En wie het geweest is, nou ja, een van de twee, dames. Maar het is een hartje, ja. Moet er wel op blijken. Nou, en dan is er eentje hier al druk bezig met dat slot. Daar komt een ander slot op. Er ligt ook de boormachine en die is nog van mijn mannetje. Die wordt nou weer na jaren gebruikt. Ja. Alsof het zo moet wezen, toch? Ik ben mijn best aan het doen. Hij is zijn best aan het doen, zegt hij. Kom, wat ben jij nou weer aan het doen? Slakken vreten of zo? Nee, geen slakken, hè? Nee. Over slakken gesproken. Als we weer naar de dijk gaan, kan je wel, met laag water kun jij je alikruken zoeken voor wommen. Wat, hè? Alikruken. Wat de fuck is dat? Daar heb ik er nooit van gehoord. Wat is dat? Ik ben een Drentse. Geen slakken. Ik zal ze wel eventjes op internet opzoeken. Ze zeggen, dan moet ik eerst even plaatjes zien, want anders wordt het 10 keer niet. Zij, nou, je kent de tuinslakken met die huisjes erop. Ja, ja. Dan zijn dit in het klei en dan met blauw-grijzige schelpjes. Oké. Maar dat laat wel zien op internet. Daar ben ik de boers voor, denk ik. Die zijn lekker. Ja, maar slakken. Die zijn lekker. Ik heb nooit slakken gehad, moet ik eerlijk zeggen. Ze zijn heel klein en ze zijn lekker. Ja? Ja. Waar smaakt, het al waar smaakt een slak naar? Ja, dan kan je dus ook met kruiden ze koken, hè. Ik heb nog nooit slak gehad. Komt wel, als jij ze voor me gaat zoeken. Het is niet zoals krap, hè? Nee, want daar ben ik bang voor. Nee, oké, maar dat is vies. Nee, ik moet ook geen krap. Nou, ik ga mijn best doen. Nou, hij gaat herrie maken. Ga je gang, lieverd. Hé, Elwin, kom maar, meisje. Want ja, ik ben ook ergens mee bezig, zo licht jullie wel weten. En dat is een vlog in elkaar te zetten. Ja, dan moet ik deze weer op de haak hebben. Zo.
En dan gaan we weer eventjes verder met de video. En ja, daarin ga ik ook een klein beetje kookles geven aan onze enige echte Jan Mooi. Maar ook was Jan van Dam bij mij op dat moment. Dus ja, twee Jannen. Ik kan er niks aan doen. De ene help ik op afstand via de camera. En dan was bij me. Dus het komt helemaal goed. Tot later!